Welkom bij Kort en Krachtig. En vandaag alles over RAW in een paar minuten. Je kent het vast wel. Het is een mooie dag, je bent op pad met je camera, hebt alles ingesteld, de foto gemaakt en... Hey, waarom is de lucht zo fel? Dit kun je oplossen door in RAW te schieten. Met RAW-foto's heb je veel meer speling in je foto's dan als je schiet met het bekendere JPEG. Maar hoe werkt dat dan precies? Het idee van RAW is niet heel ingewikkeld. De camera slaat namelijk alles op wat het vastlegt in dit bestand, zonder verlies van informatie. En dan hoor ik je denken, maar dat doet JPEG toch ook? Nou, niet precies. Het grootste verschil tussen RAW en JPEG is de hoeveelheid informatie dat het opslaat. Simpel gezegd sla je met RAW eigenlijk alles op wat de camera ziet en met JPEG sla je alles op wat je oog ziet. Zie het als een bak met M&M's. Een RAW-foto is een grote bak met M&M's, terwijl een JPEG-foto een klein bakje is met veel minder M&M's. Bij de RAW-foto kun je alles nog veranderen, terwijl je bij de JPEG maar tussen een paar M&M's kan kiezen. Maar waarom zou je dan niet gewoon altijd RAW gaan gebruiken? Ik ben blij dat je het vraagt. Omdat RAW veel meer informatie heeft, wordt het bestand ook veel groter. Zo is een JPEG-foto vaak enkele megabytes, terwijl een RAW-foto vaak al in de tientallen megabytes kan zitten. En dat zorgt ervoor dat je een stuk minder foto's kan maken op je SD-kaartje. Een voordeel van JPEG is dus dat het een kleinere bestandsgrootte is dan RAW. Maar wat zijn precies de voordelen van RAW? De eerste heb ik net al genoemd natuurlijk, en dat is de hoeveelheid informatie. Dat betekent dus ook dat je veel meer controle hebt over hoe de foto eruit kan komen te zien. Dit is een mooi voorbeeld. Deze foto heb ik in RAW en JPEG geschoten. En bij beide is de lucht overbelicht. Als ik bij de JPEG ga trekken aan de hoge lichten, dan zie je dat het wit vooral wat donkerder wordt. Maar dat is het eigenlijk. Bij RAW zie je dat er veel meer informatie terugkomt in de lucht. Datzelfde geldt voor de schaduwen. Die zijn veel beter op te lichten. Dus dan de grote vraag, wanneer wil je dan in JPEG schieten en wanneer in RAW? Dat ligt echt puur aan de situatie. Wil je zo snel mogelijk alle foto's overzetten naar je telefoon om ze op social media te gooien en hoef je niet het maximale eruit te halen, dan is JPEG meer dan voldoende. Maar wil je echt de volledige informatie benutten en alle details uit je foto's kunnen halen, dan is RAW de beste keus. Het voordeel is trouwens dat je niet altijd hoeft te kiezen. Eigenlijk elke camera kan tegenwoordig zowel RAW als JPEG tegelijk schieten. Daardoor kan je snel de JPEG's online zetten en de RAW later nog editen voor de maximale kwaliteit. Oké, we hebben het nu gehad over RAW voor fotografie. Maar wist je ook dat je RAW kan filmen? Het principe is eigenlijk hetzelfde. Je camera onthoudt alle informatie van de sensor die later te gebruiken is. Oké, dat klinkt interessant, maar hoe werkt dat bewerken dan precies? Daarvoor gaan we even naar de studio. Want bij RAW heb je wel een preview die je ziet, maar die is niet zo mooi. Hiervoor heb je een programma nodig om RAW-foto's te bewerken, zoals bijvoorbeeld Adobe Lightroom. Want in dit programma kun je de belichting, de tint en de temperatuur helemaal naar eigen wens aanpassen. En als je tevreden bent met het resultaat, dan kun je de foto exporteren in JPEG, die je dan weer kan delen. En voor RAW-video kun je bijvoorbeeld Adobe Premiere gebruiken. Je sleept je beeld na sequence en je klikt hier linksboven op Source. Dan kan je camerametadata veranderen naar clip. En hier kan je alles aanpassen, als bijvoorbeeld de ISO, om je beeld lichter en donkerder te maken. En je kan bijvoorbeeld ook de kleurtemperatuur veranderen. En op deze manier kun je jouw video precies maken hoe jij dat wil. RAW video en fotograferen is iets wat je een beetje onder de knie moet krijgen. Maar het kan echt het verschil maken tussen een onbruikbaar en een mooi beeld. Er zit dus een stuk meer informatie in je beeld die je kan gebruiken, maar let wel op de bestandsgrootte, omdat je niet zoveel foto's of video's meer kan schieten. Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over RAW, maar dit was hem dan weer voor deze Kort en Krachtig. Mocht jij er wat aan gehad hebben, like deze video dan. Ja, en mocht je nou nog niet zijn uitgeleerd, dan hebben wij een playlist hier van alle Kort en Krachtigs. Voor nu, bedankt voor het kijken, like, abonneer en tot de volgende keer. Laters. Nu maar even een RAW. RAW. Ja, RAW. RAW. Ja, hebben.